Ja, vandaag verder met PI3 XTV. Ziet er nog niet zoveel anders uit dan een paar weken geleden. Er is wel een hoop gebeurd aan de antennes. Dit moet eigenlijk nog weg. Dit zijn trappalen van de katten. Vroeger hing daar een matje boven waar ze in zaten, maar die katten die zijn al wat ouder, dus die hebben hoogtevrees. Dus wat vroeger het hangmatje voor de katten was. Dat is nu mijn ontvangstantenne van 70 centimeter voor PI2 en noise. Die blijft dan hangen. Die heeft verder met XTV niet veel van doen. Ja, ik ben redelijk opgeschoten met de voorbereidingen vandaag. Even kijken, is die wel scherp? Ja, nee, volgens mij is die wel scherp. Ik op de voeding te zitten. Hier de FTM 3100. Ik geloof dat ik dat eerder ook al zei. En hier de FTM 7900. En zoals het er nu uitziet, kan ik de transceivers zo dadelijk gaan monteren in de voeding. Om te kunnen testen, om alle tests te kunnen doen die ik wil doen, moet ik dan nog de antenne voor 2 meter monteren. En later die voor 70 centimeter, maar vooral die van 2 meter is belangrijk. En er moet een ventilator gemonteerd worden. En dan kan ik de duurproeven gaan doen. Ja, ik hoop dat ik nog genoeg stroom heb in die telefoon om het op te nemen. Maar ik ben een heel stuk gevorderd. De voltmeter is nog niet aangesloten, maar de setjes die hangen. De voeding is op het net aangesloten. Dus ik hoef alleen nog de antenneplug erop te zetten voor 2 meter. En dan op dit apparaat een blower monteren. En dan kan ik de temperatuurproeven gaan doen die ik hoog nodig moet doen. Ik ben niet ontevreden. Nou, inmiddels is de rol gemonteerd. De bestuurderscomputer die staat ik met een TFT-schermpje. In beeld krijgen. 70 centimeter staat nog uit. Maar 2 meter werkt in elk geval. Nu de koeling nog. Dat is de volgende stap. Maar het ziet er toch wel imposant uit.